Daar is Bouta. En dat is een goede bal richting een Mbokani. Dat is geen buitenspel. Je merci en Mbokani voor de vierde van het seizoen. En hij doet het. Het is meteen 3-2. De gelijkmaker die stond nauwelijks op het bord. En Antwerp prikt tegen op de tegenaanval. Ongla laat voor Haroun. Die moet het met links doen. Kiest voor de paas. Goeie bal, Ongla. En daar is de 0-1. Mooie afval van Antwerp. En Ongla zetten het mee op. Dat is mooi gedaan, Lam Kelze. Die kan het afmaken, Lam Kelze. Het is 1-0 voor Antwerp. En het is Lam Kelze die scoort zowaar. Wie had dit durven denken? Goed, Lam Kelze. Rafaelov. Voskeu van Frans. Mooi uit de lucht geplukt door de paal. En dan de 0-2 van Pieter Gerkes. Op een paar minuten tijd. We zagen het ook in de Champions League. Standaard situaties zijn belangrijk. Nog niet een Mbokani. Miyoshi nu wel. 2-1 voor Antwerp. Opnieuw een klasse flits van Jean-Mercier Mbokani. Een overzicht.